Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video of luistert natuurlijk naar een nieuwe podcast. En deze week wil ik het met je hebben over het manifesteren en de wet van de aantrekkingskracht. En waarom ik de wet van de aantrekkingskracht eigenlijk niet zo heel erg vaak gebruik. Of in ieder geval de term wet van de aantrekkingskracht. Als we teruggaan naar echt het quantum fysica is dat alles op het allerkleinste niveau is met elkaar. Verbonden. Dus alles staat met elkaar in verbinding en nou ja, wij natuurlijk ook, wij zijn allemaal onderdeel van één groot veld. Wij voelen ons een druppel, maar we zitten in een oceaan. Dus we zijn allemaal één grote oceaan en jij voelt jezelf een druppel, maar dat ben je eigenlijk niet. Dus dat is één, alles is één, er is niets buiten jou. Op de tweede plaats is zijn ruimte en tijd eigenlijk constructies bedacht door de mens. Want tijd is niet een gegeven, bijvoorbeeld. Want als jij um, uh, in de ruimte bent, ver weg, dichter bij de zon, gaat de tijd anders dan hier, bijvoorbeeld op Aarde. Dus dat ook is een door de mens bedachte, door de mens bedacht. Concept. Er bestaat op kwantumniveau geen tijd, geen ruimte. Dus even uh, heel kort: er is alles is één en er bestaat geen tijd en ruimte. Dus alles is hier en nu aanwezig. Als we het dan hebben over de wet van de aantrekkingskracht, dat impliceert eigenlijk dat er iets van buiten wat er nu nog niet is, iets van buiten naar jou toe moet komen. Maar alles is er al. Alleen je ziet het nog niet. En jij ziet het nog niet omdat jij er nog niet mee resoneert. En eh, ik heb het in een eerdere video al vaker gebruikt. Je kunt het vergelijken dat jij naar jouw werkelijkheid kijkt door een koker. Het is namelijk zo dat jij iets van 11 miljoen bits aan data per seconde binnenkrijgt in jouw brein. En je begrijpt al dat echt. Woe, veel te veel is om te kunnen verwerken met jouw bewustzijn. Want jouw bewustzijn kan maar iets van 60-bit data verwerken. En welke 60-bit dat zijn, dat heeft weer te maken met jouw patronen, met jouw overtuiging, eigenlijk gewoon met de energie. Dus daar waar jij mee resoneert, dat zie je. Dus je ziet eigenlijk, net als door een koker, zie jij maar een heel klein deel van de werkelijkheid. En als daar jouw aandacht is, is dat um, wat jij gelooft over jezelf, zul jij alleen dat kleine beetje zien. Maar wat nu als jij een andere vibe gaat aannemen? Je krijgt andere gedachten, je krijgt andere gevoelens, je krijgt dus een ander elektromagnetisch veld om je heen hangen. En dat betekent dus ook dat je op een andere frequentie vibreert en daar vibreert een andere of daar resoneert een andere realiteit mee. En dan kan die koker. Zo gaan bijvoorbeeld. En dan zie jij in het veld wat er nu al is, overigens, zie jij hele andere dingen. En het is niet dat het universum je dat heeft gebracht. Het was er al. Jij zag het alleen niet. Dat is het verschil. En eh, het voorbeeld wat je mij ongetwijfeld al jaren hoort zeggen is: als je zwanger bent geweest, dan weet je, dan kun je nog herinneren dat jij toen je zwanger was. Zwangere vrouwen zag, babywagens, baby's, advertenties gericht op babyvoeding, wat dan ook. Die heb jij niet aangetrokken. Die waren er altijd al. Jouw brein heeft dat uitgefilterd. Of jij was op zoek naar, nou ja, het voorbeeld gaf ik ook uh, in de documentaire, uh, naar een rode Suzuki Swift. Als jij die net eentje hebt gekocht, zie jij ineens overal rode Suzuki. Swifts rijden, die heb jij niet aangetrokken, uh, die heb jij niet um, um, laten ontstaan of op een of andere mysterieuze wijze dat het universum jou uh, die op jouw pad heeft gebracht. Nee, die waren altijd al op jouw pad. Alleen jouw brein heeft ze uitgefilterd omdat die nou eenmaal niet bij die 60 bits data hoorden die voor jou op dat moment relevant waren. Alleen toen jij wel zwanger was of wel die auto had of wat dan ook, je zult het herkennen in je realiteit. Dan heeft jouw brein zich daarop gefocust en dat heeft ook jouw reticulair activatiesysteem. Je kunt het zien als dat het zoekertje wat voor je in jouw omgeving, wat jouw omgeving scand om je dat te brengen waar je naar op zoek bent. Jou zie je wel momentjes. En dat heeft allemaal te maken met de vibe waarin jij verkeert en niet zozeer dat het universum jou dingen geeft. Er is niks buiten jou. Jij bent het universum. Geef die kracht niet weg aan iets buiten jou. Jij bent het en jij beschikt over superkrachten. En dat heb je misschien niet eens in de gaten. Maar als je daar meer mee gaat leren werken, dan zul je zien dat er echt um, dingen veranderen. En ik sprak vandaag een van mijn coaches voor de laatste keer. En zij zei ook, nou echt, wat een transformatie. In de afgelopen twee weken alleen al zei ze, wat voor shifts ik heb meegemaakt. En die shifts in haar realiteit hebben vooral te maken met een shift in uh, gedachten. Een shift in vibratie. En dus een shift in de koker. Wat je aandacht geeft, groeit. Wat geef jij aandacht? Dat wat niet lukt, de koker dat, die die kant op wijst. Of verleg jij jouw perspectief naar iets anders. Daar waar het wel gaat. Waar jij wel manifesteert wat jij graag wil hebben. De, waar jij wel die persoon kunt zijn... Die heeft wat jij graag wil help hebben. En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, dan help ik je graag in mijn 1 op 1 coaching. En ben je benieuwd of dat wat voor je is? Vraag hieronder een vrijblijvende gratis matchcall aan. Dan uh, kijken we samen of ik jou kan helpen. En uiteraard altijd welkom om mijn gratis masterclass Manifesteren met de Quantum Fysica aan te vragen, waarin ik dit uh, ook uitleg. Dankjewel voor het kijken en het luisteren en tot de volgende!